Installatie komt op begin jaren 60 als kunstenaars niet meer alleen maar schilderijen willen maken of beelden, maar met nieuwe mixen van media eigenlijk kunst willen creëren. En de installatie kun je herkennen aan dat het vaak een ruimte is waar verschillende elementen zijn samengevoegd en waar je als dus toeschouwer in kunt gaan. Een installatie, ja, dat is een soort verzamelbegrip. Er valt van alles onder. Vroeger had je sculpturen en dus beelden, beeldhouwkunst en schilderkunst. Maar van alles wat daar niet onder valt, dat noemt men tegenwoordig eigenlijk vaak installatie. Maar installatie is eigenlijk vaak ruimtelijk werk, dus dat het in een ruimte staat. En het wordt vaak gemaakt specifiek voor een bepaalde ruimte. Een installatie is een kunstwerk dat wij als kijker betreden. Dus het is niet een werk dat wij op enig afstand bekijken, maar het is iets dat we met ons hele lichaam ervaren en waar we dus onderdeel van worden. Ja, dit is een installatie van Dan Flavin, een Amerikaanse kunstenaar die eigenlijk altijd gebruik maakt van neonlichten. En hij maakt ook werken gewoon los voor op de wand. We hebben ook een paar van hun collectie, maar in 1986 is hij gevraagd om voor het Stedelijk Museum, specifiek voor deze ruimte boven aan de trap, deze installatie te maken. En je ziet dus hier dat hij de neonlichten eigenlijk in relatie tot de architectuur heeft geplaatst. En het past hier echt, het hoort bij deze ruimte. Je kunt je als bezoeker dus helemaal in meeleven. Een installatie van Krijn de Koning. Of liever gezegd, het is een beeld van Krijn de Koning of een kunstwerk van Krijn de Koning. Een installatie, zoals ik al zei, is een verzamelnaam voor allerlei beelden uit de kunstwerken die niet anders een etiket kunnen krijgen. Dus het etiket installatie, is hierop van toepassing. Maar Krijn zou zelf dit werk een beeld hebben genoemd. En dat is het natuurlijk ook. Je zou eigenlijk ook kunnen zeggen dat het een schilderij is, een ruimtelijk schilderij. Omdat het zo bestaat uit al die kleurvlakken, uit al die... het is een kleurencompositie in kleuren. Dit is een paviljoen van Dan Graham. Het heet Promenade, of in het Nederlands wandeling. En om het kunstwerk te beleven, moet je er dus letterlijk erin rondwandelen. Dan Graham gebruikt geperforeerd staal en doorkijkspiegelglas. Dus als ik erin rondwandel, zie ik aan de ene kant andere bezoekers kijken naar mij. Ik zie andere bezoekers, maar ook mijn eigen spiegelbeeld. Dus om het kunstwerk te ervaren, moet je er echt deel van maken. En daarom is het ook een heel goed voorbeeld van installatiekunst.